Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken. Mijn kamer heeft echt een makeover nodig. Daarom gaan we vandaag mijn kamer opnieuw inrichten en een beetje schoonmaken. Om echt dat frisse zomerse gevoel te krijgen. Dus, let's go! Om te beginnen ga ik jullie een kleine roomtour geven. Kunnen we samen even kijken wat we gaan doen. Zoals jullie kunnen zien is mijn kamer een beetje een zooitje. Het bed is wel opgemaakt, dus dat is top. Maar dit is allemaal niet zo heel best. Wel zijn de plantjes weer lekker in de zon aan het zonnebaden. Dat is ook altijd goed. Kleine tip, planten staan ook altijd hartstikke leuk in de kamer. Brengt dat meer leven in de kamer. En als je denkt, ik kan helemaal geen plant verzorgen. Mijn huisgenoot heeft stiekem heel veel nepplanten en je merkt geen verschil. En deze kamer door die grote ramen, wat heel fijn is, wordt heel heel warm. En de zon komt altijd in de avond daarop. Op deze mooie gaten in de muur. Dus ik dacht, ik ga mijn bed zo verschuiven. Die kast daar. dit zo rechtop en dan daar. Dat eigenlijk. Oké, voor nu ga ik gewoon alles wat hierop staat even op mijn bed pleuren. Oké, ik heb dit leeg, mijn bureau hier. En ik vond... heel veel pennen achter mijn bureau. Dus dat is een goede winst. Eén advies, trust the process, want het wordt beter. Het moet wel. En hier is ook, hier is dus ook echt heel veel stof. Dus ik denk wat we gaan doen is de stofzuiger er even bij pakken. Wij delen met het huis één stofzuiger, één wasmachine en één droger. Dat doen ook de meeste huizen, want als je één stofzuiger hebt, ja, je hebt A geen plek en B, het is allemaal heel duur. Nou, het bed staat. ik heb ook altijd deze bakken onder mijn bed. Dus in de winter heb ik dan mijn zomerkleding erin. En nu in de zomer heb ik mijn winterkleding. Oké, uiteindelijk heb ik mijn bed dus hier gedaan. Bureau hier. Kast hier. Dan heb ik een soort L-achtige situatie hier gemaakt. Ik ben er eigenlijk... Best wel content mee. Ik denk dat het tijd is voor een kleine snack. En dan gaan we opruimen. Dit is mijn snack. There we go. Oh, fuck. Nee. Oké, nu is het tijd om dit allemaal op te ruimen. Yay. Wat vind je? Leuk, maar wel heel anders. Dank. Oh, ik vind het wel leuk staan. Nou, nu hebben we eigenlijk alles al opnieuw ingericht. Nu gaan we nog even stofzuigen en mijn bed verschonen en dan the final product. Wat? Ook een kleine pro-tip, als je huisgenoot op vakantie is voor meer dan een week, dan kan je haar kamer als wasruimte gebruiken. Hartstikke handig. Nou, dit is de final. De kamer. We hebben lekker veel ruimte hier om even naar buiten te kijken. Ja. En dit is het wel zo'n beetje. Om het even af te ronden, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie een beetje inspiratie hebben gekregen van hoe ik mijn kamer heb ingericht. Fijne dag en dankjewel voor het kijken. Doeg!